De wedstrijd bij de mannen nu. Na de winst dus van Manon Kamminga bij de vrouwen. Dit is de wind. Die natuurlijk ook de rijderspatten speelt. Blijft een factor. Hier Gerry Hekman in het groen. Midden in het peloton. Er lijkt een gaatje te zijn gevallen. Want dit zijn de mannen vooraan. En zo wordt het peloton uiteengereten. En dan zijn dit de mannen die gaan strijden voor de eindzege. Waar is Hekman is dan de grote vraag. Die zien we niet meer. Hier is Hekman. Lijkt het dan toch niet meer te halen. Bob de Vries en Simon Schouten. We gaan naar de slot. Oh, en daar nog de valpartij. Ai, ai, ai. De laatste ronde is ingegaan. Maar we moeten die mannen daarnaast in de gaten houden. Want dat zijn de mannen die voor de prijzen gaan. Crispijn Arius bijvoorbeeld. Met 88 daar vooraan. Bob de Vries in tweede positie. Maar de man die gaat winnen is overduidelijk hier in het lichtblauw. De man met 38, Simon Schouten uit Andijk. Hij wint de eerste marathon op natuurreis in Haaksbergen. Ja, vorig jaar Noord-Laren, nu Haaksbergen. Wat zegt jou dat? Volgend jaar weer de eerste. Makkie, hè? Nee, geen makkie, maar mooi dat het zo gebeurt.